We hebben een rodeostier. Die rodeostier draait volledig computergestuurd. Dat betekent dat of ik nu hier in Heist op den Berg ben, of ik ben aan zee, of ik ben in de Ardennen, of ik ben aan de andere kant van de wereld, het doet er eigenlijk niet toe. Er is een computerprogramma ingebouwd in die rodeostier en die stier draait altijd net hetzelfde. Vandaar dat wedstrijden mogelijk zijn. Wij hebben op het internet een rangschikking staan waar iedereen kan in terechtkomen die ooit op die rodeostier heeft gezeten. De voorwaarde is dat men langer dan 1 minuut op de rodeostier zit. En in dat geval komt men op de website terecht in de rangschikking van de rodeobullcontest.com. De gemiddelde tijd is ongeveer een 26 seconden, 25, 26, 27 seconden. Wanneer men dan kan blijven zitten, gaan we naar de 50 seconden. Maar ook daar is nog een systeem ingebouwd dat men na 50 seconden over het algemeen van de stier gaat. Tenzij de allerbeste die in de rangschikking terechtkomen, die blijven natuurlijk zitten. Als ik een dag heb dat ik er veel hoesting in heb, dat ik er veel zin in heb, dan kan ik daar minstens een minuut blijven opzitten. Maar mijn echtgenote die kan daar minstens 1 minuut blijven opzitten, weliswaar zonder handen. Duidelijk articuleren als je aan het trillen gaat. Ik ben Mark Picard en ik ben hier met de ganzen van Varen in Heist op den Berg. U spreekt met een Nederlands accent, dacht ik. Ja, dat klopt. Ja. Wij komen uit Nederland, maar dat is duidelijk te horen. En wij komen uit Lichtenvoorde. Dat ligt in de Achterhoek, achter Doetinchem. Dus een heel eind rijden hier vandaan. De ganzen, is dat echt iets van Nederland? Nee, deze ganzen komen uit Frankrijk. Dit zijn Toulouse ganzen en dat zijn de grootste, maar ook tevens de liefste ganzensoort die er is. Dus nee, het is in Nederland geen traditie dat we achter de ganzen aanlopen. Het begint heel vroeg. Ik broed ze zelf uit. Ik heb een broedmachine. Ik verzamel de eieren van hun en dan selecteer ik ze op grootte. Dan broed ik ze zelf uit en als ze dan uitgekomen zijn, dan ben ik de eerste die erbij is. En dan komen ze bij mij in de keuken te staan onder een rode lamp. En dan haal ik ze eruit, ga ik ze vertroetelen, tegen ze kletsen. En als ze dan wat groter zijn na 2 weken, dan haal ik ze eruit en dan gaan we door de keuken lopen. En als ze dan groter zijn, dan gaan ze door de kamer heen lopen. En als het nog iets groter zijn, in de tuin overdag. En dan gaan we daar lopen. En dan, ja, na een maand of anderhalf, dan gaan we stukjes de straat overlopen. En zo breiden we het elke keer uit. Jullie zijn feitelijk de ouders dan? Ja, wij zijn inderdaad de ouders, ja. Ja, zo kun je het wel zien. Ja.